Medewerkers van de Defensieorganisatie die het land hebben helpen opbouwen en beschermen, mogen niet geruisloos vertrekken. Dit zei Defensieminister Krishna Kumari Mathura vandaag bij de huldiging van 60 gepensioneerden op het departement van Defensie. De minister zegt dat ze enorm blij is dat de huldiging ondanks de coronapandemie door is gegaan. Maar we vinden dat dit heel erg belangrijk is. Medewerkers in verschillende functies die jaren hebben gewerkt voor de Defensieorganisatie, hun krachten hebben gegeven aan land en volk, hun krachten hebben gegeven aan de opbouw van het land, hun krachten hebben gegeven om Suriname te beschermen, hun krachten hebben gegeven om anderen te ondersteunen, dat ze niet geruisloos weg mogen gaan. Maar dat we een moment kiezen en stilstaan bij hun inzet. Dat we ze die waardering en die erkenning waarop ze recht hebben, die ze verdienen, dat we dat ook uitspreken. We gaan u niet kunnen bedanken, woorden zijn te kort eigenlijk. Maar het minimale wat we kunnen doen is stilstaan en memoreren wat u heeft betekend voor land en volk. Mathura zegt dat het defensieapparaat gebruik wil blijven maken van de kennis en ervaring van de gepensioneerden. De minister deelde mee dat de 61ste medewerker die in de bloemetjes gezet moest worden is overleden. Voor deze werd er speciaal een minuut stilte in acht genomen. Maar ook zij verdienen het om bedankt te worden. En als ze er niet zijn, dat we minimaal hun familie, hun gezin bedanken voor de ondersteuning, de jarenlange ondersteuning die zij gegeven hebben aan hun dierbaren om hun krachten te geven aan land en volk. Ik zei al, 60 mensen, niet iedereen is hier aanwezig, maar toch al met al, minimaal als we kijken dat de mensen tussen de 20 en 35 jaren hun krachten hebben gegeven aan land en volk, dan praten we hier over een ervaring van meer dan 1200 jaren bij elkaar. Als we alles optellen. En dat is een gigantische ervaring. Gigantische ervaring die we gaan missen in die defensieorganisatie. Maar aan de andere kant moeten we ook zeggen dat dit eigenlijk normaal onderdeel is van ons leven. Mathura benadrukt dat er voor een ieder een moment zal komen waarbij er afscheid genomen zal worden. Dit moet een moment van trots zijn. De minister stelt dat de bijzondere inzet van elke gepensioneerde terug te zien is in de waardigheid van de organisatie.